toch altijd hoop blijven houden. Als één broeder en die zei, het is een taaie. Ja, maar en heb gelijk gehad. Ja, een boer geeft niet zomaar op, hè. Een taaie is die zeker, de 78-jarige Hein Vonk uit Giessenburg. Meer dan 100 dagen is hij nu in het Beatrix ziekenhuis in Gorkum, sinds de dag dat hij met koortsklachten bij de dokter kwam. Zijn vrouw Meini weet het nog goed. Had ook heel weinig zuurstof en het was eigenlijk gelijk al dat de dokter zei, dit is corona. Ik had het zelf niet in de gaten, want ik kon alles nog. Ik was dan bang dat ik het had, hoor. Want ik hoorde natuurlijk bij de zwakkere. En volgde een wekenlang verblijf op de intensive care. Een angstige periode. Toen kreeg hij ineens weer hele hoge koorts. En toen had hij een bacterie en toen moest hij helemaal opnieuw weer beademd worden. Ja, dat was echt even een nekslag, hoor. Want het is geen griepje van mensen, denk ik. Mensen nemen het serieus, want... Gelukkig was Hein later weer aanspreekbaar en ging het beter met hem. Maar wat hij heel erg miste, was zijn vrouw Meini. Had gewoon verlatingsangst. Dat, ja. Oh, dat was iets verschrikkelijks. Ik heb in één keer gevraagd of ze bij me mocht slapen in de ochtend. Ja, plaats mocht het. Het heeft wel een week geduurd. Hij had al een week eerder gevraagd. Bij hoge uitzondering kon hij een koppelbed krijgen, waardoor het echtpaar weer samen kon slapen. Ja, dan lagen we naast elkaar. Die rand. En in die tijd hebben ze gaande beter gegaan. Ja, want je voelt elkaar zo haarfijn aan na 46 jaar huwelijk. Ik nam een stukje van de zorg ook gewoon, ja, ik had al zoveel van gezien. Het gaat zo goed met Hein dat hij binnenkort weer naar huis mag om verder te revalideren. En dan slapen ze weer in hun eigen bed. Dan gaan we samen in één bed. Een koppelbed is leuk, maar je eigen bed is beter, hè? Ja. Ik denk het wel. Ja.